Doe dit niet na, schrijft Freek Vonk bij deze video op Insta. Hij is in een woestijn in Mexico en laat zich meerdere keren steken door een woestijnschorpioen. Raak. Oeh, zag je dat? Schorpioenen zijn giftig. Dit is sick gek. Je ziet het gif gewoon uit de wond druipen. Moet je kijken. En een steek kan veel pijn doen en ook gevaarlijk zijn. Soms zelfs dodelijk. Toch is Freek Vonk niet bang voor dit dier. De bioloog is al vaker te grazen genomen door dieren. Hij vertelde er eerder al over. Ik ben gebeten door haaien, kaimannen, hagedissen, gieren en slangen. Deze jongen heeft me net al flink te pakken genomen, hier in mijn neus. Ondergepieste chimpansees, ondergekakt door pinguïns, gewurgd door een anaconda. Oh, dat is een naar gevoel. En natuurlijk in mijn hand gestoken door een tijgermeerval. Ja, het gaat nogal eens mis bij Freek Vonk. Het lijkt misschien veel, maar het valt echt reuze mee. Als je bedenkt dat ik al meer dan 15 jaar de hele wereld overreis en altijd met heel veel potentieel gevaarlijke dieren heb gewerkt. Freek zoekt de dieren dus zelf erg op. Hij komt heel dichtbij en pakt ze zelfs vast. Mangrove slang. We hebben daar een stelling over. Freek Vonk moet voorzichtiger zijn. Jules zegt eens, want hij had toch ook al een keer een haaienbeet. Voor Koen maakt het niet uit. Als hij het zelf wil, dan moet hij het zelf weten. En Ella schrijft, hij heeft de ervaring met de dieren in de natuur. Maar een beetje voorzichtiger zijn kan wel. Freek Vonk zegt trouwens dat hij de schorpioen snel heeft teruggezet in de woestijn en dat het dier er verder geen last van heeft gehad. Zeker.